Onderwijs van de Toekomst is een plaats waarbij dat iedereen, welk pakketje dat jij ook hebt om te starten als jongere of als leerling, kan groeien en zoveel mogelijk van zijn eigen potentieel kan waarmaken. Hotspots voor Talent is een project met steun van ISF en in opdracht van ISF, waarbij we gaan onderzoeken hoe we Vlaanderen in 2050 vorm kunnen geven en meer bepaald voor onderwijs en tewerkstelling. Connect heeft als missie voluit leven in een inclusieve wereld en dit project sloot daar perfect bij aan, want het gaf ons de kans om te gaan testen en onderzoeken hoe je onderwijs echt krachtgericht kan organiseren en kan zorgen dat jongeren na het afstuderen echt goed weten wat ze willen, wat ze kunnen, wat hun droom is en van daaruit hun leven kunnen gaan vormgeven. Onderwijs moet zorgen dat je inzet op motivatie. En een gemotiveerde leerling krijg je ook alleen maar als je een meer gemotiveerde leerkrachten krijgt. Kan ik ook aan een persoonlijke groei werken? En dat zijn wel dingen die mij gigantisch motiveren. Het project verloopt in samenwerking met GoWest. En daarnaast werken we natuurlijk ook samen met 3 scholen waar we de hotspots realiseren. Go Kompas uit Wetteren, de Steiner Middelbare School in Brugge en Buzo Ravelijn in Brugge. Het eerste aanspreekpunt van een school is een directie. Dus je gaat eigenlijk gaan luisteren naar de directie van wat zijn jouw noden, waar wil jij naartoe met jouw school, met jouw team, met de ouders en met de leerlingen. En dan gaan we gaan kijken van, goed, wat is de gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke visie en zo verder. Tegelijkertijd is het ook wel inspirerend om ook de 2 andere directies aan het werk te horen. En te horen dat zij ook wel een beetje worstelen met dezelfde zaken waar wij hier ook mee worstelen. Hè. En dat zorgt ook voor een vorm van verbinding. Een leerhub binnen Connect is eigenlijk een plaats waarin dat, jongeren komen om op een andere manier leerervaringen op te doen. Er zijn 3 elementen die wij heel centraal stellen. Het eerste is dat krachtgericht denken, de groeimindset, kijken vanuit talenten naar mensen. Het tweede is eigenlijk het eigenaarschap bij dat individu, bij die lerenden leggen en ervoor zorgen dat zij hun eigen pad kunnen afleggen op maat van hun. En het derde is dat we eigenlijk in dat leertraject heel veel in verbinding gaan met mensen en actoren rond die leerhub. Talentdenken is eigenlijk een manier om eerst te gaan kijken naar een persoon van wat kan je goed, waar heb je passie voor, waar krijg je energie van. En vanuit die dingen kan je ook omgaan met die zaken die soms wat minder gaan. Het eigenaarschap van de leerlingen in de leerhub is heel belangrijk. Elke leerling heeft zijn pakket aan talenten, is zijn eigen persoon, heeft zijn eigen zaken waar hij het misschien soms wat moeilijker mee heeft of hoe dat hij graag leert, heeft een eigen manier van leren. En om daaraan te beantwoorden is het heel belangrijk om te zeggen tegen die leerling, oké, welk pad wil jij afleggen om die leerdoelen te behalen? In onze leerhub in Go Campus Kompas in Wetteren hebben we eigenlijk niet met verschillende scholen samengewerkt, maar zien we dat leerkrachten die normaal gezien niet samenwerken of een vrij grote focus op hun individuele vak hebben, hier ook ineens de kans kregen om met elkaar te gaan verbinden. En daar hebben ze ook benoemd hoe waardevol dat is om vanuit talent ook te kunnen gaan samenwerken en kunnen ze eigenlijk meer creëren voor grotere groepen leerlingen dan dat ze alleen zouden kunnen. Dit project heeft voor mij persoonlijk heel veel betekend. Dus ook heel dat talentenverhaal is eerst en vooral bij mij binnengekomen. Ik ben daar heel overtuigd van geraakt. Ik zag dat, wat dat voor mij betekende en ik zag daar ook onmiddellijk de toepassing in voor de leerling dan. Een concreet voorbeeld binnen de Leerhub is het project dat we doorlopen hebben in het GoAtheneum Campus Kompas. De leerlingen van 2 verschillende opleidingen werkten samen rond een bepaald thema en dat was een etalage maken in een kapperszaak buiten de schoolmuren. Het is een keer iets anders en dat doet wel goed. Het is niet altijd hetzelfde. Je werkt met andere mensen ook, met een andere klas. En zo zeg je ook, het is om een keer iets te doen voor buiten school. Dat is wel een keer plezant. Nu moeten ze naar een kapsalon, ze hebben een klant, ze hebben iemand voor wel aan ze werken. En je merkt ook dat ze meer hun best doen. Het is niet voor punten, maar het gaat ook een beetje om faam en ook wel zelfvertrouwen. Het accent van het project Brugge zit hem eigenlijk in de samenwerking tussen de 2 verschillende scholen. Zij werken samen in een serre en daar gaan zij eigenlijk samen ook gaan nadenken wat willen we gaan doen met deze serre, met deze grond en samen in actie gaan. De directeur is naar ons binnengekomen om te vragen, kunnen jullie een ontwerp tekenen voor de serre alsjeblieft? Ik vond het heel leuk dat we zelf ons ontwerp mogen maken voor de serre, omdat
We konden zo zelf onze ideeën inbrengen en zelf bepalen wat je graag zou zien in de, ja, in het domein. We hebben ook meteen gezegd van ja, we willen wel onze leerlingen samenwerken met buitengewoon onderwijs, maar het zou wel een heel belangrijk aspect daarvan zijn, is dat dat op basis van gelijkwaardigheid kan gebeuren. Ik vind het goed dat we zo'n beetje diversiteit hebben tussen de scholen waarmee we samenwerken, want de meeste scholen werken scholen die dicht bij hun school zijn, zeg maar. En nu gaan we een beetje verder zoeken dan in onze eigen comfortzone, zeg maar. En daar zien we bijvoorbeeld direct dat inclusie eigenlijk geen thema meer wordt, omdat je het gewoon doet. Het moet niet zijn dat je over spreekt, je doet het.